winning suit. Maroeska heeft mij gezegd, die heeft gezegd, deze kost €6. Zo heb ik dan onder andere. Hier, deze is ook van Rotterdam en deze is benoemd door Jeroen Sistermans. En hij heeft gezegd, dit is een true monster implementation for a meeting. En volgens hem is de waarde €28. Yes, that's a bit of please. What will you call? Or what did you want to ask? I like what you said in the car about differences in food cultures. And I was interested in... Oh, yeah. Right. Okay. I was interested in the choice of nationalities. Whether you had already studied or read, or how did you decide on the nationalities that you wanted to represent? No, it was just immigrant nationalities or continents that are here in Ghent. So. But you picked certain ones to prepare food for. Yeah, I picked Turkish and general Middle East and one dish from Congo, because Congo is of course one of the Belgian colonies. And then there is food from Belgium, of course, and from Pakistan. No, dit is alleen eenmaal, dit is een kunstwerk. Komt hij hier langs? I don't know. I don't know where he begins. He probably begins at the church. You mean when I talk to that guy? Hmm? What problem do you mean? But they really closed off the whole monument, so cannot even get there. Do you mind?
Shouldn't work that much. Censuur van de tijdgeest te versoepelen, die tegenwoordig alles wat met theologie te maken heeft uit de gebieden van de dingen, waarop tussen verlichte mensen een serieus van gedachten kan worden gewisseld, heeft vervangen. Het is oeroverbod in Europa al meer dan 150 jaar uit de tafel van de wezenlijke dingen betreft. Alle met tussenpoten circuleren de berucht over de terugkeer van de religie en de eigenheid. Het bommel of Robert zijn woorden van Pascal. Well, they are very interesting products because they are from different places. They are from here, they are local products. Like I said, so this is a local product from here. I love you. I love you. Hello. I love you. Thank you. Have a nice day. I love you.
I love you. No, I love you too. Yeah, I love you. I love you. I love you. I love you. Mensen wel, ik krijg heel veel verschillende opmerkingen die mensen die wel anders naar kijken. Je hebt wel leuke gesprekken door. Hoe je weer met een ander perspectief naar dingen kunt kijken. Om het verkopen. Wat zegt u? Het gaat niet enkel om het verkopen. Nee, ik wil op zich best wel wat rijker worden. Dat ben ik niet echt. En ik ben heel erg klungelig. Rijk kan je nooit. Ik ben niet qua geld inderdaad, ja. Maar het is ook niet echt mijn ambitie hoor. Nou ja, er is wel eentje die bijvoorbeeld hier weer een afval verkoopt. Heeft u nooit overwogen om eens een afvalproduct te kopen? Dit is een afvalproduct. Eentje. De fles dus. Die gemaakt is van... Nee, dus die meerdere keren wordt gebruikt. Ja, wij noemen het statiegeld. Statiegeld, ja. Dat is interessant. Als je met veel mensen op een kleine oppervlakte woont. Mm-hmm. In Canada is dat een goed. Omdat je veel te veel... Totale aantal dat ik heb, dus dat is dan de 6 mogelijkheden en dus 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 enzovoort, tot en met 21. Dus als je dat in je computer zou tikken of in je rekenmachine, dan krijg je het aantal dat hier aan mogelijkheden. We zeggen eigenlijk zo de menselijke manier van de computer. Ja, dit algoritme was oorspronkelijk geschreven om op een computer gedraaid te worden. Maar ik ben het nu handmatig aan het uitvoeren dus. En het idee is, dit is het snelste algoritme dat er voor dit soort handelingen bestaat, omdat het iedere keer maar 2 dingetjes omwisselt. Ik kan het hier wel even laten zien. This is at the Kölner-Müller Museum. So today, this is Rio de Janeiro. So today is number 65.
Dus today, you mean the last day? I did. Because they all are... Nou, we hier last day. Oh, dat is een hele mooie... Ogen dicht doen. Je mag denken wat je wil, voelen wat je wil. Het is helemaal jouw tijd. Zullen we beginnen? Geen video, geen foto's maken. Wat ik wel merk is dat de aandacht in het begin, later niet meer, maar doet het goed, hè?